In de Bijbel vind je veel profetieën. Profetieën zijn uitspraken over dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Vooral in het Oude Testament vinden we ontzettend veel van deze uitspraken. Maar hoeveel daarvan zijn er uitgekomen? Een van de eerste profetieën in de Bijbel vinden we in Genesis 12, vers 2. Daar wordt beloofd dat Abraham veel nakomelingen zou krijgen. Dit is ook gebeurd. Onder andere de Arabische volken en het Joodse volk stammen van Abraham af. En tot in India vinden we volken die van Abraham afstammen. Een tweede voorbeeld van een profetie die is uitgekomen, vinden we in Jezaja. Hij profeteert dat de Assyriërs, een volk uit het Midden-Oosten, Israël zouden innemen en verwoesten. Ongeveer 150 jaar later gebeurde dat. Dit wordt niet alleen bevestigd door de Bijbel zelf. De kleitabletten die gevonden werden bij de opgraving van de stad Nineveh vertellen exact hetzelfde. De profeet Jeremia. Voorspelde dat het Joodse volk 70 jaar lang de koning van Babel zou dienen. In het eerste hoofdstuk van Ezra lezen we dat het volk precies na 70 jaar toestemming krijgt om weer terug te keren naar Jeruzalem. In Marcus 2 vertelt Jezus aan zijn discipelen dat Jeruzalem compleet verwoest zal worden. In het jaar 70 van onze jaartelling is dat gebeurd. Deze verwoesting was onderdeel van de Joodse oorlog. Die in totaal tussen de 600.000 en 1,3 miljoen slachtoffers kende. Orthodoxe Joden houden tot op de dag van vandaag een dag van nationale rouw om de verwoesting te herdenken. Die dag heet Tisha Be'af. Misschien wel de bekendste profetie is die van de geboorte van de Heer Jezus. Dat wordt in de Bijbel meerdere keren aangekondigd, bijvoorbeeld in Jesaja 7. In een vorig filmpje hebben we gezien dat Jezus echt bestaan heeft. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van Bijbelse profetieën die echt uitgekomen zijn. En er zijn er nog veel meer. Ze worden niet alleen bevestigd door de Bijbel zelf, maar ook door de bronnen uit die tijd. De feiten tonen aan dat de Bijbel echt waar is.